Hallo iedereen, je hebt de vorige 2 weken leren werken met het programma OpenShot Video Editor. En nu ga je een opdracht krijgen waarbij je nog eens 2 weken met dit programma gaat moeten werken. Deze weken ga je niets hoeven te filmen of te fotograferen. Het mag wel, maar het hoeft zeker niet. Maar je gaat werken met de podcast die je voor mij enkele weken geleden hebt opgenomen. Wanneer we even gaan kijken wat jullie toen hebben opgenomen. Bij Uploadzone hebben wij toen, of hebben jullie toen bij hoofdstuk 2 audio, een podcast met muziek moeten uploaden. Dit ga je dus opnieuw gebruiken, dus of je gaat dit opnieuw downloaden of zoeken op je computer. En je gaat dit in dit programma stoppen. Dus je weet het normaal gezien nog bestanden en importeren. Je gaat naar de map waar je het hebt gezet en je gaat het er gewoon inzetten. En dan ga je het gewoon slepen. Ik zeg nu even dat je het naar spoor 4 moet zetten. Dat gaat alles een beetje makkelijker maken. En je ziet dat deze podcast ongeveer 1 minuutje duurt. Ik ga deze balk een beetje verschuiven, dat ik een duidelijker beeld krijg. Zie zo. En wat ga je nu moeten doen deze week? Wat is nou eigenlijk de opdracht? Je gaat bij deze podcast beeldmateriaal moeten voorzien. Je mag gewoon op internet op zoek gaan naar leuke foto's die bij je film passen, want je hebt toen tips moeten geven over een bepaalde film of serie. En je gaat deze foto's in je filmpje gaan stoppen. Wat ga je ook doen? Je gaat een titelslide moeten maken. Dus je klikt hier bovenaan op titel en je gaat de mooiste eruit kiezen. Ik weet dat ze niet super mooi zijn. En je begint daar bijvoorbeeld bij podcast, film. Wil je daar een andere titel zetten, dan mag dat natuurlijk ook. Je gaat de kleurtjes hier en daar een beetje aanpassen. Ziezo, ik heb er nu even dit van gemaakt. En save. Dan ga je zien dat dit bovenaan staat. En je kan dit gewoon slepen naar het spoor. En de tijd gaan aanpassen naar hoe lang jij dit zou willen. Ik zeg even 5 seconden. Daarna ga je op zoek moeten gaan naar leuke foto's die bij je tips bij je film passen. Dus dat kan zijn echt een foto uit de film. Dat kan ook een bepaalde acteur of regisseur zijn. Dat kan een beetje van alles zijn en dat mag jij volledig gaan bepalen. Mijn podcast ging bijvoorbeeld over de film van de Avengers. Dus ik ga daar al bijvoorbeeld een foto van Chris Evans in stoppen. Dat is de hoofdacteur, of een van de hoofdacteurs in deze film. Ik ga die afbeelding opslaan als... Ziezo. En dan ga ik die gewoon gaan invoeren. Dus opnieuw bestanden importeren. Ik ga naar waar ik de foto heb gestopt en ik ga die erin zetten. En opnieuw ga ik die zo lang of zo kort maken als ik zelf wil. Zo ga je dan dit hele programma volzetten met foto's, zodat je continu toch iets te zien krijgt tijdens het luisteren van de podcast. Wat ga je nu nog wel moeten doen? Dat is de overgangen verzorgen. Dus je gaat ervoor zorgen dat de overgang van het titelbestand naar de foto een beetje leuker is. En je gaat hier gewoon iets uitkiezen wat je zelf leuk gaat vinden bijvoorbeeld. Hup, en ik zet dit hier. Nu zie je dat de overgang veel te lang gaat duren, dus je maakt die natuurlijk een heel stukje korter, want het is enkel belangrijk dat die overgang leuk en mooi is wanneer die van de ene naar de andere foto gaat. Zo ga je het eigenlijk volledig moeten volmaken met leuke foto's die je hebt gevonden op het internet. En dit ga je dan, net zoals de vorige keer, klikken op bestand, video exporteren. Je geeft het de correcte naam en je gaat het uploaden in Smart School. Je krijgt voor deze opdracht ook 2 weken de tijd. Dat wil zeggen dat het wel allemaal goed in orde moet zijn, want het is niet zo'n uitgebreide opdracht. Maar je gaat echt goede foto's moeten gaan kiezen. Foto's die ook niet meteen alles gaan verklappen. Want ja, als je er meteen de poster van je film gaat instoppen, dan weet iedereen meteen over welke film het gaat natuurlijk. Je kan dat wel helemaal op het einde zetten, dat wanneer iedereen geraden heeft, ze dan ook kunnen zien dat ze het juist hebben geraden of niet. En... ook de overgangen moeten natuurlijk heel correct zitten, dus zorg ervoor dat alles heel goed in orde is. Ik wens jullie heel veel succes.